Dirk van der Poorten staat hier bij ons Dirk van der Poorten is de voorzitter van de OCMW-raad en van de gemeenteraad normaal gezien volgende week donderdag 26 maart is het opnieuw OCMW-raad en gemeenteraad nu gezien de recente evolutie binnen deze corona crisis, hoe zit het voor volgende week? Uh, we hebben deze morgen samengezeten met de burgemeester en alle fractieleiders en we hebben beslist dat de OCMW-raad niet doorgaat maar dat de gemeenteraad heel beperkt doorgaat. Het is te zeggen we we hebben één agendapunt die noodzakelijk moet beslist worden. Dat gaat over de begroting uh, voor de lonen van de politieagenten. Um, en dit moet sowieso op de agenda komen. Vandaar dat we beslist hebben dat er een heel korte gemeenteraad zal zijn. Enkel daaromtrend. Ja. En we hebben moeten een creatieve oplossing vinden van hoe uh, we de gemeenteraad gaan organiseren. De gemeenteraad zal doorgaan met enkele fractieleiders, met ja. u zelf en mevrouw de burgemeester. Uh, de andere leden, hoe gaan die kunnen stemmen? Um, we zaten met een probleem. Uh, vooraf had ik uh contact opgenomen met binnenlands bestuur van hoe dat we de gemeenteraad moesten organiseren, want uh, de gemeenteraadzaal is niet geschikt gegeven de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot corona en ook het gegeven het feit dat we binnen onze gemeente bij de raadsleden een aantal mensen hebben die tot de risicogroepen behoren. We moesten dus een oplossing vinden met minder uh, raadsleden in de gemeenteraad. Um, we hebben contact gehad met Binnenlands Bestuur daarover. En het, het enige advies dat we gekregen hebben is dat we voor een stuk ook de gemeenteraad virtueel kunnen organiseren. Vandaar dat we tot een soort creatieve oplossing zijn gekomen in samenspraak met de burgemeester en de fractieleiders, waarbij enkel en alleen de fractieleiders zullen aanwezig zijn. Uh, de andere raadsleden zullen gevraagd worden om via nieuw media, met dank aan jullie, uh, de gemeenteraad te volgen. En bij de behandeling van het enige agenda. In principe zijn het twee agendapunten. We moeten ook toestemming vragen om virtueel de gemeenteraad te organiseren en dan het, het punt te gronden. Bij de behandeling daarvan, na de toelichting van de burgemeester, zal ik één voor één elk raadslid die niet aanwezig is opbellen. Eh, zodanig dat zij al of niet, ja of nee, kunnen dit eh, punt goedkeuren of zich onthouden. En op basis daarvan kunnen we een publieke, openbare vergadering houden die iedereen kan beleven en eh, iedereen kan ook beluisteren. Zodanig dat het ook voor Mail, uh, voor binnenlands bestuur in orde is. Ja, dus de bevolking zal effectief kunnen volgen via ons, hè, via ja. Ninof Media. Ziet u dat zelf een beetje zitten? Gaat dat praktisch, uh, want dat gaat toch niet simpel worden? Hè? Uh, dat zal niet simpel worden, maar moeilijke dingen in deze moeilijke tijden gaan ook. We gaan ons daar goed op organiseren. Dus alle uh, telefoonnummers van de raadsleden die we overigens in ons bezit hebben, worden geactualiseerd, nagekeken. En we gaan dat wat oefenen zodanig dat dat. Uh, in de mate van het mogelijk ook vlot verloopt. Belangrijk is ook dat er geen publiek zal aanwezig zijn. We moeten geen ongelukken zoeken wat dat betreft. Maar natuurlijk kan het publiek via jullie, Medium, Ninofmedia Media, openbaar de zitting volgen. En we hopen dat de zitting kort zal zijn, want het is, een, het is eigenlijk een punt van bestuurlijke aard, denk ik, waar zowel de meerderheid als de oppositie wel zal goedkeuren, aangezien het over de lonen van onze politiemensen gaat. Ninofmedia Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op nienhofmedia.telenet.be of 0495 69 32 72.